Ooit na de Tweede Wereldoorlog was het gebouw nog nieuw en modern. En toen erg lang gewoon functioneel. Daarna werd het sleets en ouderwets. En straks wordt het weer monumentaal en eigentijds. Vastgoedontwikkelaar MWPO wil het voormalig V&D-pand aan de Grote Markt weer de blikvanger maken die het ooit was. Het gebouw krijgt een compleet nieuwe gevel, waardoor de noordzijde van de Grote Markt flink opgefrist wordt. Het Groothandelshuis moet het compleet herrezen pand gaan heten. Laplace heeft al een plekje op de bovenste verdieping en de Jumbo bezet straks de begane grond. De rest van de verdiepingen gaan we echt helemaal transformeren naar kantoren. En wat daarvoor nodig is natuurlijk dat de hele gevel wordt aangepakt, dat de installaties worden aangepakt. Dus dan blijft het niet bij dat je wat lichte accentjes verandert, maar dan moet je het echt grootschalig ook aanpakken en dat gaan we doen. De V&D zat er 64 jaar en daarna wou het niet meer lukken. Warenhuis Topshelf hield het 2 jaar vol en daarna heeft het pand nog onderdak gegeven aan startende bedrijfjes. Het is echt tijd dat het wordt aangepakt. En zo is deze kans ook voor ons ontstaan. Dat je zegt, hoe kan het nou op zo'n fantastische plek aan de Grote Markt, dat zo'n pand leeg staat. De kelder moet straks een fietsenstalling worden. We zijn erover in gesprek met de gemeente om hier een publieke fietsenstalling ook in de kelder van het gebouw te realiseren. Nou, dat zou natuurlijk ook, zeker met het huidige fietsenproblemen in Groningen, wat eigenlijk komt ook door het succes van de binnenstad, natuurlijk een hele mooie oplossing zijn. En dan is eigenlijk het gebouw, naast de functie die het ook heeft, ook een ander heel mooi bronpunt weer van de binnenstad. Er zal een flinke verbouwing nodig zijn om van het pand een plek te maken die aan de eisen van de moderne tijd voldoet. En wat daarvoor nodig is natuurlijk dat de hele gevel wordt aangepakt, dat de installaties worden aangepakt. Dus dan blijft het niet bij dat je wat lichte accentjes verandert, maar dan moet je het echt grootschalig ook aanpakken en dat gaan we doen. Centrumkantoorlocaties zijn de laatste jaren veel populairder geworden. Grote kantoorgebruikers, werknemers willen in de binnenstad zitten. Daar gebeurt het, daar ontmoet je elkaar, daar zijn alle faciliteiten. En die trend zie je nu ook in Groningen. En daar leent het gebouw natuurlijk waanzinnig voor op de Grote Markt. En ook dat hier de mogelijkheid ook in zit van de faciliteit van een Laplace. Van kleine kantoorgebruikers tot grote kantoorgebruikers. Dus het is niet heel... In zichzelf verkeerd één kantoor gebruiken, maar juist een hele grote mix van corporate bedrijven tot ZZP'ers. Dus iedereen is straks welkom in het Groothandelshuis.